Negli gaat hem nemen, de eerste corner van Sparta. Bakhuis glijdt naar de corner. En ook deze moet voor Bakhuis zijn, maar dat is hij niet. Vriends zet Sparta op een voorsprong. De pet die ervoor moet zorgen dat Mio Bakhuis goed tegen de zon in kan kijken. Laat het afweten, want met dichtgeknepen ogen is Mio Bakhuis kansloos als zich daar Bart Vriends meldt. De Haan, goed meegegeven. Van Buur, Old Chic. Milan de Haan, ja! Zijn derde goal! Monnikendammer. Nicolai heeft hem misschien gehoord, maar niet gezien. Old Chic zet de aanval op. Via een karambol stuit het die lekker op. En Milan de Haan, die begon met een frommeldoelpunt in de Eredivisie, heeft er nu drie achter zijn naam en ze worden alleen maar mooier. 1-1. Voorzitter en wat van zijn vrienden. Misschien treden ze op in de rust. Dat is altijd wel zang en dans. Halverwege. Van de kust. Het hoofd van Twicht. Johnson kan niet aan de bal komen. Sparta is weg. Verschuren. Lauritsen aan de rechterkant is mee. Bakari komt daar ook. Verschuren nog steeds. Zoekt het bij Priem. En dan hier de grote kans en de goal van Kitolano. De Noor. De meeste bal bezit voor Volendam. Dat ook de betere ploeg eigenlijk is. Zeker aanvallend. Maar dan valt de goal aan de andere kant. Want ook Sparta zoekt de doelpunten. Kitolano rond het natuurlijk heel mooi af. Cox, de opvolger van Merkin. Daar ligt het niet aan. Een meer dan capabele vervanger, George Cox. Kijk hoe Volendam druk zet. Met genoeg mankracht, maar toch met weinig kracht. Nu dan, Kuol. Schietkans, Kuol. Eindelijk weer eens een moment waarop de gelijkmaker in de maak lijkt. Even opwinding, maar geen doelpunt. Kitolano. Goed doorgespeeld, die bal nog net met de punt van de schoen. Arno Verschuren, bal getoucheerd, goed voor een corner. Toch vermoedt Bart Vriends en met hem Thijs Veldhuis, de twee centrale verdedigers, dat er nog een derde doelpunt nodig is voor Sparta. Niet of nauwelijks een restverdediging nu van Sparta, dus mocht Volendam de bal in bezit krijgen. Maar dat gebeurt niet, want daar gaat hij erin. Bart Vriends had gelijk. Een derde doelpunt behoort tot de mogelijkheden en hij is het zelf die hem maakt. En dat zijn zeldzame zondagen voor de centrale verdediger Vriends. Maakt wel eens een doelpunt, maar twee in een wedstrijd. Eén keer eerder gebeurd, denk ik. In Tilburg staat me bij. Vriends. Lauritsen goed doorgespeeld, die bal naar Verschuren. Lauritsen wil hem terugkrijgen. Verschuren met de 1-4 nog. Ja, er loopt de score buitenproportioneel op nu. Maar Sparta kan het goed gebruiken. Na een nederlaag vorige week thuis tegen Almere City. Volendam 1, Sparta 4.